welkom bij deze nieuwe video. Ik was weer een beetje aan het rondhangen online op alle make-up websites, zoals ik altijd doe, want ik ben altijd op zoek naar nieuwe make-up voor mijn video's. En ik was op Boozy Shop en ik zag dat Milani is uitgekomen met een aantal nieuwe make-up producten. Milani is echt een merk waar ik echt een fan van ben. Het is niet al te duur, ook niet al te goedkoop. Het is gewoon een beetje in de middencategorie. En ik zag een paletje en ik dacht, ik wil dit paletje gaan testen. Ik was niet gelijk van plan om er een hele video over te maken, maar bij nader inzien dacht ik bij mijn eigen, laten we er gewoon een hele video van maken, want dan kunnen we met z'n allen zien wat we ervan vinden. En dit is een all-in-one paletje. Het heeft bronzer, blush, highlighter, oogschaduw. Het is vooral ideaal voor op reis. Ik weet nog, 2 jaar geleden toen ging ik naar Spanje en ik had alleen maar handbagage, dus ik kon niet al te veel make-up meebrengen en ik was op zoek naar zoveel mogelijk all-in-one producten. Dus gewoon producten, paletjes waar gewoon een aantal make-up producten al in zitten, zodat ik niet van alles een los product moest hebben. En het viel me toch wel een beetje tegen. Ik had niet heel veel van dat soort paletjes. Dus toen ik dit paletje zag, dit heeft gewoon bronzer, blush, highlighter en oogschaduw. 4 producten in 1 paletje. Dus echt ideaal voor op reis. Dus ik dacht, deze moet ik hebben. Vooral omdat ik dus 2 jaar geleden zo in de knoop ermee zat. Ik hoop dat de kwaliteit echt goed gaat zijn, want dan gaat dit echt een ideaal paletje zijn. Ik heb ook een lipstick gekocht. Ik dacht, laat me die ook gewoon erbij knallen. Dus dat gaan we vandaag testen. Het paletje en de lipstick. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Zoals je kunt zien heb ik mijn hele gezichtsmake-up al gedaan. Wenkies, foundation, concealer, poeder en neuscontour. En that's it. En nou gaan we dit paletje gebruiken. Dit is het Milani All Inclusive Eye, Cheek and Face Palette Smoky. En hij kost €17,95. Dit is de inhoud. Je hebt een highlighter, 3 oogschaduwkleuren, 2 blushes en een bronzerkleur. En ook een hele grote mooie spiegel. Ook het formaat is echt ideaal. Niet te groot, niet te klein. Ideaal weer voor op reis. Ja, en de inhoud ziet er echt prachtig uit. Qua oogschaduwkleuren is het wel echt smoky en koud. Dus daar moet je wel van houden. Ik weet dat de meeste van ons meer houden van bruinige kleuren. Maar ik dacht, ja, whatever. Hier kan ik ook wel echt iets mee. En je kunt ook de bronzer en de blushes ook gewoon gebruiken als oogschaduw als je dat zou willen. Je kunt basically elke kleur hierin gebruiken als oogschaduw. Dus dat is ook echt ideaal. Ook vind ik het heel handig dat erin staat gedrukt wat alles is. Dus hier staat echt blush, blush, bronzer, oogschaduw, highlighter. En de kleuren zien er op zich ideaal uit voor mijn huidskleur. Er is maar 1 versie van dit paletje. Dus de kleuren moeten wel echt matchen met jouw huidskleur. Het is vooral gericht, als ik er zo naar kijk, op de medium tot lichte huidskleur. Is jouw huidskleur donkerder dan de mijne, dan gaat dit paletje waarschijnlijk niet geschikt zijn voor jou. Want dan zijn de kleuren gewoon echt te licht. Nou, dit ziet er echt top uit. I love it. Kijk deze kleuren. Ik vind het echt allemaal zo mooi eruit zien. Ook een handige spiegel. Ook echt een ideaal formaat. I love it. Ik hoop echt dat de kwaliteit goed gaat zijn. Want ik ben er zo enthousiast over. Het zou echt balen zijn als het gewoon echt zo super slecht gaat zijn. Maar ik moet zeggen, mijn ervaringen met Milani zijn op zich altijd best wel gewoon goed. Jongens, ze zijn hier buiten weet ik veel wat aan het doen. Ik zit in de zolder en ik hoor het allemaal zo goed. Ik hoop dat jullie het niet al te veel horen, want dat zou een beetje vervelend zijn. Het paletje is ook cruelty free, ook handig om te weten. Ik heb hier ook nog de lipstick, maar die ga ik erna aanbrengen. Ik ga nou eerst een ooglook maken met dit paletje. Kan ik jullie laten zien hoe je gewoon makkelijk en snel hiermee een look kunt maken. Dus laten we inzoomen op de ogen. We zijn ingezoomd, nou kunnen jullie alles beter zien. Ik heb al gepruimd met concealer, dus die stap kunnen we overslaan. Ik ga gewoon een makkelijke draagbare look maken, want ik wil jullie gewoon laten zien hoe je hiermee gewoon makkelijk en snel een look kunt maken voor op reis of voor een feestje of voor everyday of whatever you want. Zoals ik al zei, je kunt dus elke kleur gebruiken als oogschaduw. En dat ga ik nu ook doen. Ik ga beginnen met deze bruine matte bronzer kleur. Ik ben zo blij dat die mat is. Want het is de ideale kleur voor in mijn arcadeboog. En dan ga ik die kleur gewoon zo aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Ik gebruik mijn Zoeva 228 Fluffy Cast. Like always. Oeh, dit is een mooie kleur. Heel mooi bruin mat. Ik heb ook heel vaak met dit soort all-inclusive paletjes dat gewoon een aantal kleuren gewoon echt gewoon crappy zijn. Zoals de bronzer is zo super glanzend. Of de blushkleur is helemaal niet mooi. En dat soort dingen. En dan vind ik het altijd balen dat ik een aantal kleuren niet eens kan gebruiken. Maar ik ben dus zo enthousiast over dit paletje. Omdat er echt naar uitziet dat ik letterlijk gewoon elke kleur kan gebruiken. En gewoon echt waard krijg voor mijn geld. Ja, dit is echt ideaal zo voor in mijn arcadeboog. Nu ga ik in met deze zwarte oogschaduwkleur. Nu ga ik het een beetje smoky maken. Die kleur is niet mat, is een beetje glanzend. En die breng ik gewoon een klein beetje aan hier in de buitenste ooghoek. Niet al te veel, ik wil het niet te heftig maken. Zoals ik al net zei, gewoon een makkelijke, snelle, draagbare look. Hij is glanzend, maar als ik het zo aanbreng is hij eigenlijk gewoon best wel mat. Hij is ook niet heel glanzend in het paletje. Het is meer een, ja, een matte kleur met een aantal glittertjes er doorheen. En ik blijf echt alleen maar hier zo in de buitenste hoek.
Dan pak ik weer die bronzen kleur van net. En dan ga ik het een beetje uitblenden hier zo. Het blendt echt topje uit. Kijk even hoe mooi dit hier is geblend. En zwart is echt een moeilijke kleur om mee te werken. Zoals jullie weten. Ik vind het altijd vreselijk als een zwarte kleur niet goed blendt. Want dan heb ik echt zo'n zwarte, ja, gewoon vlek op mijn ogen. Maar het blendt echt geweldig. Ook goed gepigmenteerd. Ik heb niet al te veel gepakt. En het is al best wel donker. Laat staan als je gewoon echt veel gebruikt. Dit gaat echt super goed. Ik weet, ik ben pas net begonnen, maar ja, die zwarte kleur is toch wel het heftigst. Dus als die al zo goed aanbrengt, ja, dan de rest ook gewoon zeker. Dan pak ik deze lichte matte creamy kleur. Ik heb altijd best wel donkere binnenste ooghoeken. Hier zo is het altijd best wel een beetje donker. Dus ik breng die kleur een beetje hier zo aan. Om het lekker te verlichten. Niet al te veel, gewoon een beetje. En dan pak ik de heftigste glanzende kleur, deze kleur hier in het midden. Die is heel mooi zilver. Die pak ik een beetje met mijn vinger. Wow, die pakt echt superveel op. En die breng ik dan zo hier aan. Wow, je kunt de look ook gewoon zo mooi mat laten. Maar ja, dat ga ik natuurlijk niet doen. Wow, heftig. Echt, Milani stelt echt nooit teleur. Ze hebben echt altijd hele goede make-up. Als jullie willen dat ik nog meer Milani make-up test, let me know. Wauw, kijk hoe mooi. En dan pak ik weer mijn fluffy kwast en doe ik een beetje zo over de randen. En dan is het gewoon al klaar. Zo makkelijk ging dit. Jongens, ik ben zo enthousiast. Ik begon de video al heel enthousiast, terwijl ik nog helemaal niet wist wat ik ervan vond. Maar nu ik het zo heb gebruikt, echt amazing. Er is echt een tikkietje fallout, maar echt bijna niet. Ik breng even een zwart oogpotloodje aan in mijn onderste waterlijn. En dan ga ik de zwarte oogschaduwkleur en de bruine bronskleur ook aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan ga ik als laatste ook nog in met deze highlighterkleur. En die wil ik dan nog zo aanbrengen hier in de binnenste ooghoek. Echt jongens, ik heb nou bijna elke kleur gebruikt, behalve de blushes. Maar die ga ik zo echt gewoon aanbrengen als blush. Ja, dit is echt amazing. Ik weet niet hoe vaak ik nog moet herhalen hoe amazing dit is. Maar het bracht echt geweldig aan. Super mooie smoky look. Oké, ik ga het eventjes afmaken met een likje eyeliner, mascara en net mijn wimpers. En dan gaan we zo beginnen aan mijn gezicht. Daar ben ik weer. Ooglook is helemaal af. Ik heb TL4 Foamy wimpers op van Tati Lash. Pas echt perfect bij deze look. Ik vind het echt super mooi. Dit is echt een hele, hele mooie smoky look. Je kunt het ook meer naturel houden door alleen maar de bronzerkleur te gebruiken en een beetje de blushkleurtjes. En dan is het gewoon mooi mat en naturel. Maar ik ben natuurlijk gegaan voor de heftige smoky look, want dan kon ik zoveel mogelijk kleurtjes gebruiken. Ik hoef het niet nog mas te herhalen. Echt gewoon amazing. Ik ga nu deze bronzerkleur gebruiken als all over bronzer. Hij is wel een beetje licht. Hij is lichter dan wat ik normaal gebruik. Maar whatever. Echter, mijn bronzerkwast is wel echt heel erg groot. En ja, kijk even het verschil met dit. Maar goed, ik ga gewoon een beetje zo proberen alleen maar in die kleur te gaan. En dan gewoon overal aanbrengen. Oeh, mooie kleur al gelijk. Kijk dit. Op zich is hij helemaal niet te licht. Ik dacht dat hij iets te licht zou gaan zijn, maar dat is hij helemaal niet. Mijn wimper is er hier aan het afgaan. Ik ga even mijn wimper opnieuw opplakken. A few moments later. Oké, wimper zit er weer op. We kunnen verder met de bronzer. Ja, jongens, ook weer echt een fantastische bronzer. Ik had echt verwacht dat hij echt licht zou gaan zijn. Maar zoals je kunt zien, zo licht is hij niet. Hij is echt perfect voor mijn huidskleur. I love it. Dit zijn de voordelen aan een medium huidskleur. Dat overal bijna elke kleur wel werkt. Oké, dan de blushes. Eén blush is echt glanzend. Deze onderste kleur. En deze kleur hier heeft een beetje een satijnen finish. Ik denk dat ik eerst voor deze kleur hier ga. Die is iets minder heftig. En dan misschien de onderste kleur erop aanbrengen als een soort van blush topper. Maar ik ga dus eerst beginnen met deze kleur hier. Mooi. Wow. Oké, ik wil niet heel de tijd zo enthousiast doen. Maar het is gewoon allemaal echt... Ja, echt heel mooi. Ik ben heel de tijd weer impressed. De blushes had ik dus nog helemaal niet gebruikt. Dit is echt een hele mooie blush. Hele mooie kleur. Normaliter zou ik het gewoon zo laten, maar ik wil echt elke kleur gebruiken. Dus ik ga ook nog in met deze kleur eronder. Die is echt heel heftig roze. Ja, deze is echt heel heftig. Hier moet je echt niet al te veel van aanbrengen. Ik denk dat ik het gewoon hierbij laat. En die geeft inderdaad echt een hele mooie glans. Ja, jongens, ook weer de blushes gewoon echt... Ik ben zo blij dat ik niet mijn geld heb verspild. En dan last but not least ook nog de highlighter kleur. Die heb ik al een beetje gebruikt voor in mijn binnenste ooghoek. Maar nu ga ik hem gewoon echt gebruiken als highlighter. Ja, ook weer prachtig gewoon. Wow. Heel heftig wel. Hij is wel echt licht, maar dat maakt niet uit. Het is wel oké voor mijn huidskleur. Ja, ook fantastisch. Ik heb een beetje te veel aangebracht op mijn neus. Zo was ik altijd doe.
Het is echt heel mooi. Heel het paletje is goedgekeurd. Letterlijk elke kleur. Er zit geen enkele kleur in waarvan ik denk, die was niet zo. Letterlijk elke kleur is goed te gebruiken. En ook gewoon voor wat het echt is. Heel mooi als bronzer, heel mooi blush, highlighter. Oogschaduw, echt 20 punten gewoon hiervoor. Dan ga ik ook nog de lipstick aanbrengen. Dit is de Milani Color Fetish Matte de Flora Collection Lipstick. Hij kost €11,95. Ik heb hem in de kleur Peony. Is een hele mooie licht roze nude kleur. Hele mooie kleur. Kijk, deze verpakking alleen al. Echt prachtig. En de kleur is ook heel mooi. Het is een hele mooie, beetje licht roze nude kleur. Hij voelt echt super fijn aan. En hij is mat, maar hij brengt wel creamy aan. Dat is altijd die perfecte combinatie. Wel moet ik zeggen dat de kleuren online niet echt matchen met de echte kleur. Als ik zo kijk naar de kleur online, is die een stuk donkerder dan de echte kleur. Dus dat vind ik altijd wel een beetje jammer. Dan krijg je niet echt wat je online hebt geshopt. Dus dat is wel iets wat ze eigenlijk zouden moeten veranderen. Dus let op, die kleuren zijn echt lichter in het echt. Maar op zich ben ik er wel blij mee. Want ik vind deze kleur mooier dan wat ik zag op de website. Normaal zou ik het aanbrengen met lippot en loodje. Maar voor nu breng ik het even alleen aan. Want dan kunnen we echt goed de kleur zien. Die kleur is wel uitverkocht, zie ik nou. Maar hij zal vast wel snel weer terugkomen. Super mooie nude kleur. I love it. Nogmaals, normaal zou ik met lippot een loodje doen. Maar zo op zichzelf is het ook al heel mooi. Het bracht super creamy aan. Heel erg zacht. En het heeft wel een matte finish. Dus dat vind ik echt perfect. Deze lipstick ben ik ook echt heel enthousiast over. En de lipstick is niet alleen maar cruelty free, maar ook vegan. Dus deze is ook echt een aanrader. Echt super duper fijn. Nou, dan zijn we klaar jongens. Een beetje fixing spray. Ik gebruik mijn Clarins Hydrating Mist. En dan is de look af. Nou jongens, het is echt lang geleden dat ik zo extreem enthousiast ben over iets. Allebei deze producten, amazing. Deze lipstick voelt super fijn aan. En ik heb het al net 20 keer gezegd. Dit paletje is ook echt geweldig. Let alleen wel op, als je echt een donkere huidskleur hebt, gaat bijvoorbeeld de bronzer en de highlight kleur al niet werken. Maar al met al, mensen met een lichte medium huidskleur, echt amazing. Ik raad allebei deze producten aan. Ik ben er echt super blij mee. Ik ben ook weer heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties. Kom lekker kletsen met mij. Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik. En zoals altijd hoop ik dat jullie gewoon weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!